Dit programma wordt je aangeboden door Multi Sportcard. Sporten voor maar 9,95 per maand. En toen waren we ineens weer terug in België. En wel bij Club Brugge. Maar niemand minder dan Ryan Donk zijn kwaliteiten laat zien. Hij is momenteel daar aan het trainen. Ik heb de nieuwe Shark Award van Boy Waterman bij me. En ik ga even kijken of hij er klaar voor is. Hey man, alles goed? Ja. Ja, heerlijk. Lekker getraind? Ja, goed. Ja? Moet je even gaan douchen of zo? Of niet? Ja, ik ga even snel douchen. Even wachten. Kijk. Hoe is het? Rijn, goed. Sorry dat je zo lang moest wachten. Ja, maakt niet uit. Het prima stadion toch? Het is wel een beetje leeg vandaag, maar aan die kant moeten we niet komen. Dat is van de tegenstander. Dus vast de derby altijd hier. Maar we zijn van de blauwe kant. Oh, we zijn van de blauwe kant. Nou, dan lopen we richting de blauwe kant. Oké. Okay. Je bent ook, tenminste dat ik gezien heb, steeds belangrijker geworden. Vaste waarde. Aanvoerder inmiddels? Ja, het is nog steeds. Ik ben een vieze aanvoerder, omdat onze aanvoerder niet speelt. Maar ik doe het met volle eer om die band te dragen en proberen mijn team op sleeptouw te brengen. Hey, even een vraagje. Weet jij waar Ryan Donk voor het eerst samen met Boy Waterman speelde? Is dat Jong Ajax, Jong Oranje of Jong AZ? Klik op jouw juiste antwoord en dan maak je kans op een maand lang gratis sporten met Multisportcard. Ja, maar je hebt zelf ook bij AZ gespeeld. En op de dag dat je in de basis mocht starten, hoorde ik dat je jezelf verslaafd hebt. Hoe krijg je dat voor elkaar, man? Nee, ik was denk ik zenuwachtig weer. Ik had heel lang niet gespeeld. Dan zet je toch fucking 5-6 wekkers. Had ik ook, maar het ging niet. Ik sprong in bed uit, ik probeerde snel mogelijk nog te komen, maar het was veel te laat. En dan moet je de consequenties ondergaan. Ja, dat lijkt me heel na, denk ik. Is het ook, maar je moet ervan leren. Ja, ik was nog jong, dus zulke fouten maak ik niet meer. Ik ben gestuurd natuurlijk door Boy. Ja. Maar ik vraag me af, wat is jouw band met Boy? Boy heb ik leren kennen in de tijd van Jong Oranje. En het is gewoon heel snel gaan klikken. Het is gewoon een broer van mij geworden. We zitten gewoon heel goed bij elkaar en ook in de familie. Dus als we niet eens thuis zijn en ik slaap bij hem in zijn kamer. Je slaapt bij hem in zijn kamer? Ja, zo gaat het. Ik heb een videoboodschap van hem en wil ik even laten zien. En dan wil ik meteen natuurlijk even daarna de award aan jou uitreiken. Spannend! Ja, ik vind het wel, ja. Dit is de hint. Ja. Nou hier, pak het even uit. Ja, prima toch? Ja, ik kan binnen 2 seconden kan ik in slaap vallen dus. Ik haal even de videoboodschap erbij van Boy, want ik denk dat je wel heel erg warm zit. Ryan, bij deze wil ik Sjaak jouw kant op sturen om een fantastische award aan je uit te reiken. Die heb ik speciaal, maar speciaal voor jou in het leven geroepen. Hier zit ik nog even stop. Slapen. Slapen. Nou ja, hier, let op, komt hij aan. De Slaapkop Award. Er hoort natuurlijk een mooie prijs bij. Hoppatee. De grote Slaapkop 2013. Die is voor jou. Alsjeblieft. Dank je. Trek hem maar even aan. Kijk, pas precies. Ja, was die? Goed, ja, hoor. Toch? Ja, ja. De grootste Slaapkop. En er hoort natuurlijk een hele speciale award bij. Ik denk dat jij vanaf nu nog lekkerder gaat slapen. De grootste Slaapkop 2013. Dankjewel, Boy. Dank je, Boy. Hey. Maar het ziet er goed uit, toch? Ik ben hier natuurlijk ook nog voor de challenge. Ja. Dat sluiten we altijd even goed af met latje trappen. Maar durf je maar aan te gaan? Want als je verliest, moet je krom, hè? Nee. Ik durf maar aan. Jij mag beginnen, man. Dank je. Ja? Komt-ie. Eruit knippen, hè? Dat... Hij haalt hem bijna. Nou ja, dan ga ik ook krom staan. Ja, doe maar snel. Ik heb er zin in. Kom maar. Ja. Dankjewel, man. Dit was wel je kans. Ja. Fijn dat we even bij jou mochten zijn in Brugge. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt van je award. Heb jij enig idee aan wie jij een Shark Award zou willen geven? Ik denk dat ik toch naar mijn naamgenoot ga. Dat is Ryan Babel.
Oké, die is wel in voor een Sjaak-award. Zeker. Ja? Ja. Volgende week naar Rijn Babel. Dit was Rijn Donk in België, Club Brugge. Baas hoor. Hoppatee, gefeliciteerd. Natuurlijk, Jong Oranje. Klik even op het kaartje, haal je meteen je prijs op.